In Zeeland wonen relatief veel Molukkers. Een groot aantal van hen werd begin jaren 50 van de vorige eeuw door de Nederlandse overheid ondergebracht in kampen. Waaronder een kamp in Westkapelle, waar zij een zeer moeizame start kenden. Nou, hier is de ingang van de kamp. En dit gebouwtje, dat is de woning van de kampbeheerder. Dat kleine stukje, dat is zijn kantoor. In 1951 werden 13.000 Molukse kneelsoldaten vanuit Indonesië naar ons land gehaald. Ze hadden Nederland militair gesteund tijdens de onafhankelijkheidsstrijd daar en werden nu door de Indonesische regering als collaborateurs beschouwd. Nederland beloofde ze onderdak en behoud van werk. En de regering beloofde hen op korte termijn een eigen vrije staat. De Molukkers zouden tijdelijk in Nederland blijven. Maar dat kon de overheid niet waarmaken. De Molukse soldaten en hun gezinnen werden in Nederland in kampen geplaatst. Waaronder in Middelburg en hier in Westkapelle. Nou, hier stond dus een barak zo, langs de kant van de weg. En hierachter heb je de algemene keuken, centrale keuken. Daar is even een barak gestaan. En daar tegenover heb je nog een barak en dat was de kerk en de kantine. En in die barak... Daar heb ik gewoond. De Molukkers waren al snel teleurgesteld in de Nederlandse overheid. Een aantal van hen organiseerden zich in een politieke vrijheidsbeweging, die terug wilde naar de Molukken om daar tegen de Indonesische overheersing te strijden. Mijn vader was een soort leider. Ze verhaalden bij ons thuis. En ik hoor als klein kind hoor ik dan bepaalde dingen en zeg van Nederland moet ons maar snel terugsturen. Want ze kwamen hier als soldaten, Nederlands onderdaan, staat Skyl, en in één keer ontslagen. En dat was voor hun eigenlijk een stukje pijn. De situatie escaleerde toen de Nederlandse regering in 1956 besloot om de Molukkers niet langer van voedsel te voorzien. Ze moesten nu zelf voor de kost gaan zorgen. En bovendien moesten ze 60% van hun inkomen afstaan om hun huisvesting terug te betalen. In Westkapelle begonnen de echte problemen toen een grote groep Molukkers boodschappen bij 4 winkels in het dorp deed zonder te betalen. Wat ik dus weet, werd dus bij ons thuis, mijn vader, met de rest van de mannen, die hebben ze een vergadering belegd. En we gaan toch boodschappen doen. Omdat we geen geld hebben, ze hebben gezegd van stuur de rekening maar naar de minister van Financiën. Tegen deze protestactie en tegen acties in Middelburg werd hard opgetreden. Een speciale politieeenheid, de harde bijstand, werd ingezet. Het Westkapelse kamp werd vanaf dat moment streng bewaakt en er werd een avondklok ingesteld. 'S Avonds en 's nachts mocht niemand het kamp in of uit. Verzet tegen deze maatregel leidde tot een confrontatie tussen Molukkers en politie. Waarbij door de politie zelfs geschoten werd. Er vielen 9 gewonden aan Molukse kant. Het incident werd door de overheid als klein afgedaan. Maar ondertussen kregen degenen die zich aan diefstal hadden schuldig gemaakt 4 maanden cel. En werd het kamp na hun terugkeer volledig afgesloten. Dus niemand mocht er meer in en uit. En er komt dus een politiepost hier zo met een slagboom. Het hele kamp omheen is dat prikkeldraad. Rond het kamp hebben ze... Van die schijnwerpers, hoge schijnwerpers geplaatst. Dus het is net de Kuip. Het is net of je in de gevangenis zit. Tegelijkertijd bleef de gaarkeuken in het kamp dicht. Maar omdat een deel van de lokale bevolking voedsel aan de kampbewoners gaf, dat werd binnengesmokkeld, kregen de gezinnen alsnog genoeg te eten. Ik ging stiekemtjes eigenlijk door het achterkant van de kamp. Gingen we dus via de korenvelden, gingen we dus het dorp in. En ja, dan sta je eigenlijk een beetje te bedelen om eten. En er zijn mensen die zagen dat en die wisten dat. En die vonden het erg dat wij dan daar lopen te bedelen. Dan word je dus ook eventjes naar binnen geroepen van alsjeblieft, dan krijg je fruit, dan krijg je brood. De rust keerde uiteindelijk terug. En in de jaren 60 van de vorige eeuw vertrokken de meeste Molukkers uit de kampen. Vaak naar aparte woonwijken. In Zeeland, vooral in Soeburg en Middelburg. En hoewel de tweede generatie Molukkers in de jaren 70 opnieuw voor hun vrijheidsideaal opkwam en dit kracht bijzette door gewelddadige treinkapingen en de bezetting van een lagere school in Drenthe,
sloot de eerste generatie de moeizame verhoudingen met de Nederlandse overheid uit de beginperiode juist af. Nou, ik heb het eigenlijk afgewerkt. Toen met het onthulling van het monument, dat de dorpsbewoners ook aanwezig waren met een hele grote koor en samen met ons een Maleise lied zing van Gandonge. Dat betekent broederschap. Dat was prachtig. In de jaren 50 van de vorige eeuw kwamen veel Molukkers naar Zeeland. Veel van hen wonen nog steeds in Zeeuwse dorpen en steden. Ook al kende een deel van hen een moeizame start. Vooral in het Molukkerkamp in Westkapelle.